kan eigenlijk ook nog wel een gobblegum pakken, maar... Ik ga dat nou doen, denk ik. Ik ga het nou op zich wel handig, want straks krijg ik die recycle dingen. Dat is op zich ook wel chill. Oh, jij... nee, kutzooi. Daar moet de zombie niet langs. Wacht, kun je met me meelopen hier achterlangs? Of werkt het niet? Ik kom als de zombie in die plant komt, dan blijft hij nog wel leven, toch? Please, pak hem niet. Dank welke goed. Plant? Oh, die. Ja, dan blijft hij leven, ja. Oh, oh, nou, oké, nou maar. Hij is even traag. Dat is goed. Ah, fuck it. Ik heb een bowie knife, dus bij mij gaat het sneller. Ja, ik wil dat doen, maar ik vertrouw daar niet, want ik heb natuurlijk Widow's Wine, hè? Ja, ja, daarom. Nee, en ik heb een bowie knife, dus gaat bij mij sneller. Volgens mij heb ik anywhere... Oh nee, Phoenix Up heb ik. Het ging goed. Ik heb Phoenix Up voor je, dus dat is goed. Oh, dan ga ik overeind. Ja, met alle perks. Ik heb Aftertaste. Aftertaste is ook dat je dingen haalt, toch? Ja, als ik down ga. Right. Right. Oké, okay, dan ga ik nog even weer random boxen of mystery boxen, hoe iedereen het ook altijd noemt. Dat ik kom ook even een keer. Teddy bear, hiyo. Yay! Eindelijk weg bij deze plek. Dat is op zich wel fijn. Nah, maar ik wou nog één keer in de kist kijken. Wat hè? Oh ja. Eén keer in de kist kijken, want ik heb die weevil nog steeds. Nee, ik wil ook van mijn Argus af. Argus, Argus. Wil je die shell alvast bouwen bij een plantje? Wat? Of nou ja, in ieder geval kans op dat... Ja, dat ben ik sowieso mee bezig. Ik maak eerst de blauwe en er is een kans dat dat de goede is. Er is een kans dat het niet zo is. Dat is random, dus. Ja, klopt. Ja. Heb jij muziek aanstaan in de game? Ja, ik hoor wat trommels en zo. Oké, ja nee, anders dan ik fake die music easter egg. Oh ja, je mag het best doen, maar ja. Ik weet niet of de copyright er nog mee zit. Sommige ja, wel, als je in de niet. Game zit en je bent aan het spelen en je bent aan het schieten en zo, dan zal het wel meevallen, denk ik. De kist is trouwens bij de dock, hè? Oh, oké. Okay. Dan ga ik daar naartoe. Ah, scheisse. De Bretchie. Ik wil ook nog wel kijken eventueel naar die andere. Die is op zich wel cool. Die met al water, zeg maar, wat je al random hebt gevuld. Ja, maar ik heb echt geen idee wat ik heb gedaan, hè? Dus ik weet niet wat jij nou van plan bent, maar er zit al zoveel random water in nou. Is goed, dus reset dat wel, denk ik. Ja, misschien. Misschien niet. Mag je dood? Van mij mag hij dood. Dan kom ik even naar Lab B, de glijbaan. Dat was best stom trouwens wat ik nou heb gedaan, maar ja, fuck it. Ik moest nog steeds die kill maken, terwijl ze muteren. Ja. Ripperonies! Ik keek nog naar zijn plan, maar ik realiseerde me niet. Cheepidip, cheepidip, cheepidipidipidip. Zal deze plant hier nog even water geven? Ik heb mijn plant water gegeven, dus einde van de week merken of dat het iets goeds wordt. Oh, hier, deze planten zijn allemaal van die planten waar zombies in blijven hangen. Oh. Oké. Okay. Die bij het vliegtuig in de buurt, zeg maar. Ja, ik ken die wel. Nee, die paarse die zijn ook goed, hè. Die vreten al die koppen eraf. Die zijn fucking sterk. Maar die trekken ook de aandacht van zombies weg, hè. Ook die, dat zijn die echte vleeseters, toch? Ja. Die trekken die koppen van die zombies eraf. Maar dat is serieus goed, want die trekken de aandacht weg, maar ook van die trashers, hè. Nou, dat is wel nice. Die trashers lopen er ook op af. En dan kun je ze gewoon in de rug schieten, in principe. Ik loop nou nog met die Argus, maar hij doet zijn werk nog. Argus is een one-hit kill. Oh, ik kan de spiderboss trouwens ook al wel doen. Oh ja. Dat zullen we ook even doen zo meteen. Ja. Ik wil eigenlijk lui gaan knifen, maar ik weet zeker dat ik dan eigenlijk dood ga. Ja, ik wil langs zo'n plant lopen, of langs zo'n stinkding. Maar ik weet zeker dat ik dan ingesloten ga worden. Ja, dat is ook een ding, ja. Die trials maken het alleen maar kutter eigenlijk wel dat. Sommige zijn echt gewoon uitdagend, irritant. Ik zou blij zijn als ik eentje kill voordat hij enraged, man. Yes, ik heb hem. Okay, nice. Ik had gewoon een hele groep in. Ik ga gewoon op hoogte het sprayen. Dan zal ik vanuit merken of ik catchers krijg. Yeah. Ik heb geen zombies meer. Ik heb één, dus... Ik heb een minigun gepakt, maar daar doen we maar even niets mee dan. Even kijken wat ik heb er nog eens. Ik heb er nog eens. Ja, ik ben weggelopen. Die zombie van mij leeft ook nog ergens. Wil jij die spiderboss nou doen? Dat kunnen we doen. Ik ging heel even kijken wat mijn laatste challenge was. Gewoon even uit de nieuwsgierigheid.
Oh ja, één zombie killen terwijl ze aan het muteten zijn. Je hebt geen dingo, hè? Nee, ik heb nog geen dingo, nee. Ik ga eerst naar 4 kijken dan. In de kist, want die dingo is zo sterk op die spin, hè? Ja, klopt. Dat is absurd, dan is hij gewoon instant dood bijna, man. Dan gaat maar sowieso, over. Ik had de HX Garand had ik toen. Volgens mij, en die deed ook best goed zijn werk. Dat is irritant als je ding niet kan reloaden. Ja, klopt, ja. Maar hij klinkt wel lekker, zoals het hoort ook. Ja, klopt, ja. Ja, ik vind sowieso die ouderwetse wapens vind ik 100 keer leuker dan al die nieuwe moderne troep. Ja, dat klopt. Voelen gewoon realistisch. Ja, maar gewoon leuk. Wat had je in de dingen? De Kuda. Hakuda Matata. Ik blijf het herhalen, ik moet echt ophouden. Hi, oké, maar je weet niet. De Razorback, die is nieuw in deze map. Pak hem. Hoi, pak hem. Oh. Normaal gezien zou ik hem niet pakken, maar mijn wapen was bijna op. Ik vond die Weevil best heel erg gezet. Kut, sorry, ik was een mooi rondje aan het lopen. Maar... Hey, de BRM van mij. Nee, is geen BRM, stretch. Lul, oplichter! Op zich wel chill. Nu heb ik de KT4. Nou, altijd leuk. De dredge voor gewoon groepen neer te maaien en de marshal mee rond te rennen. Ik ben het tevreden, man. Krijg je nou weer de fucking Dracon? Fuck off. Ah, wat leuk. Fuck de Dracon. Nou, ik wil dat zit je wel goed. Ik wil het liefst... op zich die ja, die afterburner is wel prima. Ik wil sowieso de dingo hebben, dat is een must. Ja, ik wil ook een dingo. Maar die dingo die zit bijna altijd in mijn... in mijn tower of power. Ja, klopt, ja. Dat is de BRM wel. Oh nee, ook de dredge. Een man mag niet klagen. Vooral met rapid fire en alles, jongen. Hé, dat ding is gewoon niet normaal. Hey, ik heb nou ook de dredge. Kom, we gaan spinnen vangen. Ja, we gaan spinnen. Het mooie is, de zombie die blijft gewoon leven. Dus. Ik ben al heel even aan het nadenken, dus ik kan niet luisteren. Ik kan geen twee dingen tegelijkertijd. Niet? Oh ja, nee, ik zat even te denken wat de volgende part ook weer was voor die spin, maar dat weet ik alweer. Dan moeten we eerst die challenge gecomplete hebben. Of ja, voor die massa-immune bedoel ik. Ah, nee, ja. Ja, je moet sowieso stroom hebben op je shield. Ja, daarom. Dat is het belangrijkste. Daarom. Trials moeten gecomplete zijn. I love spinnetje! Dat ding is zo fucking lelijk, hè? Ja, I love it. En zo lomp ook. Mooi, mooi bisje. Maar, ga maar kotsen of wat de kus. Kom dan! Kom dan! Oh, ik moet reloaden. Ah! Raak jij wel iets? Ik raak wel. Ja. Oké. Rap, joh. Ik weet wel of ze bak is. Je kunt nou even wacht. Trouwens, tot die spinnen doet. Dan hebben we max ammo. Dat is een beetje makkelijker. Gewoon wachten met killen. Zoals je die kleine spinnetje doet. Nee, ik vind die kleine spinnetjes vind ik zo kut. Ik vind die totaal niet kut, maar dan krijg je op zijn minst max ammo. We hebben namelijk ook één keer gehad, toen hadden we geen ammo meer. Ik heb nou sowieso weinig ammo in mijn HG40. Nou ja, dan hij heeft ze uitgescheten. Dus nou killen, eerst die spinnetjes killen, anders krijg je het nog niet. Oh. Wel. Max ammo. Goed, dat wist ik nog niet, één ding. Ik ook nee, daar kwamen we de vorige keer achter, toen ik het deed met Dondan. En toen ging het zo snel dat we gewoon geen max ammo kregen of wat dan ook. Dus dat was wel lelijk. Ja, ik heb beter wachten altijd spinnen. Gehad dat zo snel ging erom. Ik heb die spinnen nog nooit gehad, solo. Ik wist dat ze kwamen, maar ik heb altijd dingo gehad, volgens mij. Echt elke keer dat ik speelde met die spin. Ja, die dingo is echt OP. Ja, die blokkeert gewoon het feit dat hij die spinnen laat droppen. Ja. Omdat je zo snel die hits allemaal uitdeelt. Daarom kun je dus beter soms wachten even op die spinnen, voor mijn examen op zijn minst. Weet je eigenlijk of je die spinnen dadelijk de volgende ronde weer in zijn kooi kan stoppen? Nee, geen idee. Want dan is dat wel een optie dan om te. Dan kun je wel zien, als je die kooi dropt, dan als er paas shit in zit, dan wil het. Oh ja, want dan wordt het er aangetrokken. Nope. Nee, hè? Nee, dacht ik. Nee, geen paas shit. Daar ligt een arm in of zo, een been niet. Ja. Maar in principe in de Spider-Run zou het wel kunnen, dat je hem gewoon die kooi laat, maar op een gegeven moment gaat hij dood, automatisch, helaas. Derde part voor de massa-immune. Oh ja, die plant groeien. Ja, laat maar, die rainbow plant groeien. Je hebt de rainbow plant, moet je. Daar beneden in het water, inderdaad. Ja, dat kan ik niet doen, ik heb geen geld. Dus maar... Nee, oké, dan doen we de volgende ronde. Ik ga wel water in, maar dat hoeft niet. Ja, maar dat... Boeien. Wat nog meer? Plant gewoon normaal groeien met de KT4 voor die shell? Ja, daar ben ik mee bezig, hè?
En dat is niet normaal groeien, je moet er toch altijd op schieten met de KTV. Of ja, je zei de KTV, laat maar. Ja. Ja, ik heb hier één plant gegroeid, maar dat zie ik pas de volgende ronde. Dus ik kan daar onder water pakken voor de test, zeg maar. Kan. Ik ga wel het volgende ik plant met paars. Ik weet niet waar de zon is trouwens. Ja, die zie je. Okay. Ik ga de volgende plant wel met paars water doen. Oké. Okay. Groen is waar ik het meeste succes mee heb gehad. Ik weet niet wat we toen hebben gebruikt. Ja, wij kregen hem wel in één keer, maar wat we uiteindelijk gebruikt hebben, geen idee. Ik heb hem één keer gehad met blauw water, twee keer met groen water. En ik weet dat mensen hem ook gehad hebben met rainbow water, maar ik kreeg toen niets met rainbow water, dus. Ik ben benieuwd of die music easter van Samantha gereset is of niet. Want dat hij echt gewoon compleet verneukt is. Sorry! Sorry! Het spijt me zeer. Ik weet niet of deze plant ook nog wilt water geven voor het geval dat. Een nieuwe, maar... Water geven? Ja, water en KT4, zeg maar. KT4 is sap. Wacht even. Ik zal zo even langs jou lopen. Zo! Beetje opgesquirt. Piep, piedi. Oh, zombie komt... Piep, piedi. Ah, fuck you. Meer kansen, hè. Meer kansen. Houd ja, daarom. Van mij mag je hem killen. En dan ben ik heel benieuwd of wij hier in deze blauwe plant, of wij iets krijgen. Nee, we krijgen een random drop. Wat zullen we krijgen, denk je? Ah, het kan ook wel de shell zijn. Ja, daarom. Nice. Ja, doen we dat volgende ronde wel, vliegtuig uit de lucht schieten. Dat, ik vond het echt kut, want je hoort hem op een gegeven moment wel laden, maar dat is echt heel veel vierkantje rachen. Ja. Het werkt niet echt lekker. Nee, ja, ik ga weer naar lab A toe trouwens. Dat is een beetje buggy. Ja, heb je geen last van mij. Buggy, buggy. Fijn hè. Geen last van mij hebben bij lab B. Ja, eigenlijk moet ik bij B zijn, hè. Lab Black Dragon, maar... Ja. Of Brabant, nee. Doe maar Brabant, zo goed. Jij mag er zijn. Wat praat je allemaal onzin, jongen? Tuurlijk. Geweldig, I love it. Hoort erbij. Ik heb net even die groene planten water gegeven. Ik weet bijna zeker dat wij dadelijk die imprint plant krijgen. Bijna okay. 100% positief. Zou mooi zijn, als je er twee hebt helemaal. HIV positief. Wat? Dat is minder. Hey, me liker. Ja, mij ook. Ik ga gewoon knife met de Bowie knife. Weet je wat nou het erge is? We hebben zoveel goede shit al. Dat we die skill nog niet eens gebruikt hebben. Nee, klopt. Alleen om die dingen op de muur te toveren, dat is het enige wat ik heb gedaan, dat was fucking bugged. Dus ja, ik dacht dat ik die liftdeur dan openen. Oh ja, dat moet ik nog steeds. Oh, dit zijn iets te veel zombies misschien. Ik heb bijna geen zombies. Nou, die zombies gingen allemaal in één keer dood. Dat was minder door mijn... Ik krijg een dikke frame drop shit. Dat was minder fijn. Nee, fijn is anders. Ik wil 10.000 punten hebben. Ik wil even twee keer pakken puntje halen. Kijk mijn punten, maat. Jij met al je punten. Ik heb niks. Crisis. Oh, max ammo. Blijkbaar. Oké. Oké. Ik ga even die deur openen van die lift. Ja, is goed. Ik stond er ook al naast. Ik denk, oh. Dat is prima. Ik zal even die shell laden in dat ding. Remnants of dan kunnen we dat vliegtuig neerschieten. Ik vind dit wel echt een eng moment eigenlijk, want als ik dit verneuk, dan moeten we die planten opnieuw gaan groeien. Daar heb ik geen zin in. Lol, sinds wanneer kun je die... Die skull... Die kun je gewoon gebruiken... Huh? Ik dacht dat je die, als je die eenmaal gebruikt, dat je hem in moest houden, zeg maar. Als je hem dan, zeg maar, niet meer gebruikte, dat je hem dan... Ja, laat maar. Ja, als je niet een mesmerizer of vaporizer was, dat je dan hem kwijt was, bedoel je? Ja. Nee, je kunt hem gewoon blijven houden en doorlopen, dat kan wel. Dat wist ik hem niet eens. Ik ben even ik probeer die shell te laden, maar... Oh, die shell is geladen, oké, okay, ja, dat was gelukt. Weet je zeker? Ja, ik hoorde het geluidje. Dus nou is het wachten op het vliegtuig. Oké, ik heb... die alvast neerschieten. Ik heb nou, oh, wacht. Snel, terug naar beneden. Beep, 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 we moeten anywhereboard dingen moeten we nog hebben. Oh, het vliegtuig komt eraan trouwens. Ik weet niet of je het nog wat zien. Nee, ik ben onder in het water, dus Bam! Volgens mij heb je iets opgepakt! Corrin heeft een enorme knal. Die explosies hadden dan het vliegtuig wat overvliegt. Dat klopt ook niet echt voor mij.
Waar is dat ding? Hey, tandwiel. Ah, ja, dan moeten we die, die Anywhere But Here shit hebben. Wat moeten we nog meer? Ik vergeet het derde ding altijd voor de fucking welke tandwiel heb jij gepakt? Een vliegtuig. Welke tandwiel? Er zijn 3 tandwielen. Oh, dat weet ik niet welke het is. Ja, maar waar ben jij? Hier. Oh, die was bij lab B. Hij is bij lab B gecrashed. Het is de middelste. Tandwiel die ligt op de kabelbaan. Oh ja, dat was het bij de docks. Bij de docks. Die vergeet ik echt altijd. Ja, ik normaal gezien ook. Het makkelijkste is van boven naar beneden. Dus ik denk dat we dat doen. Want ik ga niet van de 4. Ik heb bijna geen geld, daarom. Het is maar 250, maar. Maar je moet ook stroom hebben, hè? Oh, toch? Shit, dat kunnen we nou sowieso niet doen. De challenge kan niet. Nee, want ik moet nog steeds wachten op die grote robot. En die is nog steeds niet geweest. Of robot, monster. Ding. Robot. Misschien is het wel een robot. Ja, en ik moet hem killen voordat hij enraged. Dus ik moet er ook nog één hebben. Dan heb ik mijn. Oh, jij ook nog? Ik dacht dat je ze allemaal al complete. Nee, ik heb ze nog niet allemaal complete. Maar als jij dan van de zipline afgaat, als je doodgaat, dan kan ik je, als het goed is, ik weet niet of het werkt, maar mijn Phoenix up weer reviven. Fuck met jou. Alle perks. Fuck jou. Ik ga niet dood. Ik ga niet riskeren. Ik doe het wel op goede momenten hoor. Ik ga heel even Rainbow Water pakken. Ik ga even die laatste aap activeren voor de muziek. En ik ga denk ik wel muziek uitdoen voor het geval dat. Ook al vind ik het wel op zich wel een chill nummer, man. Het is geen verkeerd nummer, maar ik vond Shinonuma nummer was het beste van alles, 100%. Ik vond, ja sowieso, de COD 5 nummers waren gewoon beter. Die, ja die zijn gewoon, die passen er beter bij. Gewoon bij het zombies gevoel. Deze zijn allemaal wat meer, ja. Deze valt er nog wel mee. Bij Shadows of Evil was gewoon kut. Hier had ik net een muur geopend, dat is voor die, ik moet even omlopen. Voor die friendly dingen, hier, kijk, hier moeten we dan. Oh, hier moet je opschieten met de Master Mune. Oké. Dan moet je dus, openen met die skull. En wanneer er dan een zombie in de buurt is, dan moet je er zorgen dat hij in de gas loopt en dan wordt hij een friendly. Oké. Dat is wel cool. Yes, yes. En dan is hij blauw, dan zul je dat ook wel zien. Maar weet je wat je daar ook moet doen? Je moet heel even groen water gaan halen. Groen water. Okay. Ja, dan moet jij dadelijk even die planten van ons gaan water geven. Dan schiet ik er wel op. Maar ik heb nou Rainbow Water voor die plant. Ah, Master Mune, dus. Voor die imprint dingen bedoel je. Daarvoor groen. Loop ik nu überhaupt de goede kant op? Geen idee. Ja, volgens mij wel. Ja, lab B toch? Groen. Ja, bij die opgraving. Ja. Juist. Moet ik daar een nieuwe zaadje planten of had je al dingen? Nee, we hadden zaadjes. We hadden er 2. Kut. Zombie heb jij geraakt. Ja, en hij heeft geen hoofd meer. Oké, dan moet je gewoon even. Maar niet uit. Eigenlijk heeft de zombie mij geraakt trouwens. Het maakt op zich niet heel veel uit. Nou moet je deze ronde moet jij die planten water geven. Want ik had ze van de vorige ronde had ik ze al gedaan. Ah, oké. Waar ben jij nu dan? In dat water? Ja, ik ben nou weer buiten. Dus, spinnenronde. Dus oh, dat is perfect. Ja, daarom. Even iets anders gaan zitten. Oh ja, we moesten doorlullen voor de muziek, ja. Shit. Twijfel ik voor die. Voor die plant van die Master Mune. Moest je daar ook op schieten met de KT4 of niet? Nee. Want ik had geen KT4 en ik heb wel die planten gekregen. Heb jij nou die planten nog water gegeven? Schiet niet al die zombies door op die spin, hè? Ik heb 1 zombie gekillt, man. Spin. Ik maak godverdomme dezelfde fouten, ja. Ik heb deze water gegeven net, maar groen. Dan kill ik daar misschien 1 zombie. Die volgende is hierboven. Spider. Ja. Wat? Zeker zijn weer zombie. Zijn, wat je dan zeggen? Hierboven is het, hè? Bij de Juggernaut. Ja. Maar ik ben hier ook even weer een plant aan het water geven. Ik loop gewoon even rondjes. Ah. Zoveel mogelijk. Elk rondje anders. Daarom. En dan naar boven. Maar ik weet niet, dit nummer is minder powerful, zeg maar. Dan die nummers van COD 5. Ik denk dat het dat is. Ik weet niet, ik vind het juist. Er zit niet goede melodie in. Nee, dat bedoel ik. Die anderen waren meer. Opeens, zeg maar. En gewoon kracht erachter. Dat je echt gewoon zo'n moment ook wel had op dat moment dat je alle zombies in één keer doodracht, zeg maar. Zoals je nou doet met een. Weet je, kut ding, Death Machine. Shadow wil, jongen, als Shadow wil. voice crack.
Ik ga even naar het water toe. Ik kan er niks aan doen. Mijn keel doet zeer. Ja, ik had ook een voice crack. Oké, je hebt geen excuus. Ik heb even richting het water. Voor deze ronde moet ik dus nog die plant water geven. Die van jou heb ik allebei beschoten. Ja, dat is goed. Maar dit is chill. Nou cheaten wij eigenlijk één wave, want dit telt niet mee, vind ik. Een spinnenwave, dat is gewoon niks. Nee, klopt. Dat is ook niks. Dat is echt zo makkelijk. Die spinnen lopen allemaal gewoon achter me aan en dan... Ik kill er eentje, ik word level 22. Ja, ja. En lock de L-car. Ja, ik prestige niet meer, what fuck that. Ik wil eigenlijk prestige naar... Wat was het? Prestige 7 of zo? Dat was dat draakje. Maar ja, fuck that. Dat is te veel werk. Ja, daarom. Oh, ik heb trouwens ook geen schild meer. Al die tijd al niet. Ah, ik wel. Het is wel handig om te hebben. Het nummer gaat trouwens fucking lang door nu. Ik had het idee dat het veel korter was. Nou, maar het was net ook helemaal rustig ineens. Ja, daarom. Dat bedoel ik dus ook met dat het normaal zomaar harder doorging. De hele tijd door. Nou komen er stilte. Nou ben je het gewoon vergeten. Oh ja, dat was nog een nummer dat aan stond. Ja, inderdaad. Trouwens, hier is wel exact zo'nzelfde lamp ook. Hè? Als bij... Wat was het? Ah, fucking hell. Transit. Met die Denizen kutlaan. Met die groene portals. Het zou me niet verbazen als daar nog stiekem iets in zit. Omdat ook bij Shadows of Evil was ook zo'n lamp, toch? Zo'n groene lamp. Ja, ik weet het. Op die dock. Ja, op die dock. Maar dat had niks te maken in principe met een Denizen of zo. Maar was misschien gewoon een klein reference of zo. Maar... Ik zou het niet weten. Maar het was inderdaad Het zou op zich wel cool zijn. Want hier heb je exact dezelfde lampen namelijk. Mag je dood? Van mij mag die dood. Dan regelen we dat. Ik gelijk een plantje water geven hier. Als dat nog moet. Nou, moeten we snel doen, Jan, ja, inderdaad. Oh, deze is klaar. Ja, ja dit is imprint. Hierboven, moet even kijken dan. Ja, of ik? Ik heb Phoenix Up voor jou, dus. Ja, dat boeit allemaal niet, maar ik bedoel, die volgende plant snel doen. Kom! Ah, ja, ja, ja. Je had jezelf nog niet hoeven inprinten, dat maakt niet uit. Maar als je die plant maar hebt staan. Oh, wow, dit is ook één. Nou, hier, doe maar imprint maar. Ik heb het die andere gedaan. Ja, dat zag ik. Oh, Mark, die is bij jou te laat voor. Ja, dat weet ik. Ik kan niet doen. Oké. Oké, ik ga je voordat weg. Voordat die rage. Ik ben weg. Doei, doei. Dat was te laat. Adios. Ik ben al te laat. Hij is al lang geraged. Ja, dat is echt een kut trial. Ja, dat maakt niet uit. Ik ben weg, want ik kon niet langs zo blijven staan. Nee, dat snap ik. Ik zit hier ook een beetje vast al. Maar ze zien me weer. Het is dus niet altijd een rainbow water plant. Nope. Oh. What have you done? Ik wou Firestyle oppakken. Waarom wil je Firestyle? Waarom moet je met Firestyle? Voor de XM53, die rocket launcher. En toen werd ik genakt in mijn rug, maar dat maakt niet uit. Laat me maar gewoon doodgaan, dan spot ik gelijk eens een imprint plant. Ja, wil je dat echt doen of moet je reviven? Jij ligt op een fucking AIDS plek. Ja, ik word meegenomen door zo'n treasure, hè. Oh, echt? Wat? What the fuck is dat nou weer flauw? Oh ja, dat wist je ook niet natuurlijk. Jij hebt geen co-op gedaan. Maar laat me maar gewoon doodgaan. Ja, zeg het maar. Ja, laat me doorgaan. Wat gebeurt er dan met die... Wat? Die treasure die eet je op. En die neemt je mee, zeg maar. En die kun je zelf... er is zelfs een trophy, zeg maar. Yay, ja. Ik ben gespawned, hallo. Oh, ik sta trouwens gelijk naast een treasure. Dankjewel, game. Ik vind jou ook. Ik neem je mee. La 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 la. Maar, wat wil ik zeggen? Oh ja, die neemt je mee dus. En als je dan... Wat je ook deed, zeg maar, die fresher killed en mij dan revived, dan krijg ik de trofee, zeg maar. Zoals, ik weet niet meer hoe het precies heet, maar... Ja, ik heb wel een trofee over zien staan inderdaad, wat een beetje vaag was. Maar af en toe glitcht het nog wel eens. En waar je dan in zit, zeg maar, in zijn buik, dat blijft gewoon zweven in de map. Dat heb ik al een paar keer gehad, dat ziet er voor geen meter uit. En zoals nu heb ik geen geluid, ik weet niet hoe dat komt, maar ik heb gewoon geen geluid als ik schiet. Nou, ik hoor jou wel schieten. Nou, ik hoor mezelf niet schieten. Dat is heel fijn. Ik hoor alleen de guns niet trouwens. Oh, nou hoor ik het wel. Oh nee, nog niet. Ik hoor het nog steeds niet. Wel of niet? Nee, ik hoor geen guns. Oh god, ik hoor nog geen guns aan. Nee. Dat is kut, want ik hoor de zombies ook niet lopen voor de duidelijkheid. What? Dat is kut. Ja, kut. Ik weet wel een beetje wat je bedoelt, maar dat heb ik volgens mij gehad naar die cutscene. Toen ik de Easter egg had gecomplete. En dan hoorde ik even geen game sound. Maar we moeten wel een zombie laten leven hier even. Ja, ja. Er zijn er nog een hoop heel traag hier. Laat die allemaal maar mooi lopen. Ik zit even te kijken of ik kan fixen met het geluid. Want het stond hier zo. Wist je ook het water in gaat? Dat klinkt normaal anders. Ja, ik ga nou sowieso het water in om die laatste plant even rainbow water te geven. Ah, ja, ja, is goed. Ik hou die zombie wel bij me.
Het zijn er drie. Maar dat, ja, dat ging een beetje mis daar. Ja, dat was te janken, vriend, om te janken. Dat was dom. Ach ja. Kan gebeuren. Ik heb hier nog een plant trouwens ook, die je nog water kan geven met de K4. Ja, ik kan het toch even niks doen. Ik ben weg. Ik ben weg! Ja, ja, nee, maar straks. Die ik ben zombie, even ik weet niet waar de fuck die zombies zijn. Die zombies waren net nog bij mij. Ja, ik was die span onder water. Ah ja, nee, ik heb nog steeds eentje bij me. Maar die loopt gewoon weg van mij. Ik sta gewoon achter hem. Misschien en gaat hij nog steeds weg. Misschien gaat hij naar die paarse plant. Of is hij al weg? Want die trekt aandacht. Weet ik niet. Besta ik niet daadwerkelijk of zo? Is dat het probleem? Dat zal anders zijn. Dan kunnen zombies jou nooit zien. Dat zou wel chill zijn. Ik loop echt gewoon achter hem. Ik ben gewoon een stalkje. Hij loopt wel behoorlijk mank ook. Hij heeft een slepend voet. En die zombie die loopt gewoon steenvast door. Ik loop gewoon achter hem. Hij komt mij toe, kijk. Hij wil gewoon, ja. La 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 la. Hallo zombie. Super Fox Kevin in je rug nu. Dan. Ja, dat weet ik. Hij is dood. Okay. Hopelijk heb ik mijn geluid terug. Please niet. Jij wou nog iets doen met planten of zo? Ik ga de KM44 ook weer. Dat ga ik doen. Om nog weer nieuwe imprint plant te maken, eventueel. Oké. Als het goed is, de volgende ronde, dan kunnen wij die plant oogsten. Die rainbow plant. Oké, mooi. Dan heb je die geüpgrade K4. Nee, want we moeten nog steeds je stroom. Ja, kut. Ja, die trials nog steeds. Yeah. Ik hoor het geluid heel zacht. Echt heel zacht. The fuck? De zombie die hangt er in een plant. Mag je dood? Ja, mag me wel dood. Ik kan zo meteen nog proberen met de skull van dan stappen of dat mijn geluid. Beide zombies hangen in een plant. Handig. Hang je. Ja, echt hè. Oh. Hang jongen van tegenwoordig. Er moet nog een zombie zijn ergens. Die hangt in de derde plan. Oh mijn god! Ja, er waren er ook drie hand. Ja, weet ik voor je die dingen doen. Ik heb nog steeds geen sound. Nee. Dit is zo kut. Dat is echt kut, want je hoort gewoon zo geen zombies in je rug. Ik geloof het, jongen, ik geloof het. Ah, Cam. Oh, we moeten straks ook nog die gobblegum hebben van Anywhere But Here. Ja, klopt zo. Wat ben je nou eigenlijk? Bij die plant. Ah, ik die zie je net het. Dat. Ja, maar dan moet ik dus nou daar niet heen komen, snapte? Mm-hmm. Ik zal wel volgen. En ik moet gewoon de hele tijd blijven lopen nu. Omdat ik normaal is die loop ik elke keer er langs, hè, dat weet je. Ja, klopt, daarom kom ik ook weer deze kant op. Lab A. Maar het probleem is, bij lab A ben je wel een beetje afhankelijk van je geluid. Ik kan die skull van Dan's Subway niet eens gebruiken. Mijn game is gewoon bugged. Ja, je kunt daar ook down gaan. Maar dan ben je volgens mij alles kwijt, nee? Ja, 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 sowieso. En ik had heb jij niet voor, ja. Heb jij niet zo'n andere gobblegum, dat je... Aftertaste? Ja. Nee, die heb ik niet. Oh ja, wacht, dan moeten we eerst... shit, ik wou zeggen, maar dan... Ja. Dan moet je nou gewoon een paar rondes even doordoen en dan gaan we gewoon kijken of we nog zo'n plant kunnen maken. Ja, ja, ja. Dat is maar gewoon zonder geluid. Daarom, die plant bij jou in de buurt waar dat groene water is, ja. Die, daar heb je net ook op geschoten. Als het goed is, is die volgende ronde klaar. Oké. Okay. Dus hopelijk is dat zo'n imprint plant. Maar dat was volgens mij ook degene die de bug veroorzaakt. Want ik hoor heel af en toe mijn eigen geschiet heel zacht, echt heel zacht. Dat is fucked up, G. Ja. Fucked up. Best wel. Kijken. Want ik hoor het muziekje, dat is zo irritant. Ik hoor het muziekje wel de hele tijd. En ook wat een muziekje, daar getrommel en zo. Ja, dat getrommel, ja. Daar word je helemaal gek van in je kop. Ik ben nou drie planten aan het maken. Drie van die groene. Hey, dus, hey, leuk. Yay. Ik zal eens kijken wat ik het kist krijg. Ja, ik ook. Ik ga naar de XM3 toe. De 53 ding. Ah, shitgun. Monkey bombs. Okay. Monkey bombs. Monkey. Oké. Okay. Ik krijg de HVK 30. Ja, ik moet oppassen, die zombie niet kill. Oké, de kist is weg. Oh, ik heb hier ook nog twee zombies. Oh, ja. Eentje nu. You son of a duck. Heb je nog namen voor de zombies? Henry, waarom? We hebben het Heinrich dan, wat jij wil. Oké, Heinrich, lekker! Kijk, ik kan nog wel een beetje. Dat komt er nog uit. Maar voor de rest, andere stemmetjes,